Wrecker, you conscious? Get back in the game, man. Stay with me. Nice play, Wrecker. That's some of the finest driving I've ever seen. Right there until the end. Hit the light back. Oh, shit. The seat won't budge. It's dead, Sergeant. Irish, the worst thing we can do in a situation like this is panic. Don't talk like that, man. You scared the crap out of me. Hey, help me move this seat, man. We're still sinking. Shit. I'll get you out of here, Doug. You hear me? How, man? The doors are stuck shut. Shit! This wasn't how it's supposed to happen, Irish. Wrecker, take my gun. The fuck are you thinking, Doug? Now. The fuck are you thinking? For the wolf to survive, it's got to chew off its own leg. Fire! Negative, don't do it! Now, Wrecker, shoot out the window. That's an order! Don't you fucking do it, Wrecker! Save yourselves. Get out of here. Get out of here! Fucking bullshit, man! You hear me? Shoot out the window, or you all die! Yo mensen, Martijn hier, AK Martijn NL, en we hebben geen ammo. En welkom bij de Battlefield 4 campaign. En, hey! Hij ziet me niet eens staan, hoor. Wat een weirdo's. Maar ik moet even deze gang doorrennen. Ik had net een mislukte poging. Ik gebruik hier mijn oude headset om te luisteren naar de game sound, zeg maar. Achter mijn computer, mijn Turtle Beats. Als ik die langer op heb of mijn oortjes er echt lang in heb, dan begint het zeer te doen. Dat heb ik gemerkt met Arkham City Origins. De nieuwe Batman game. Heb ik al helemaal uitgespeeld, by the way. Moet ik alleen nog even een paar dingen renderen. Waarom is hier een deur? Je had in Medal of Honor Warfighter had je wel iets van dat je van die dingen op de grond had en als je er overheen liep dat ze explodeerden. Dit zal ook wel zo'n ding geweest zijn, denk ik. Waarom komt die deur uit? Als je door een deur heen moet, dan kan je verwachten dat er iemand daar achter staat. Damn it, Wrecker. I'm gonna shot you in the face. Zei toch dat er iemand stond? You lost your tail. Ease up, Pack. Where the hell you been? After the handoff went pear-shape, I came straight here. They were Russians, right? Spec ops, one second they're there, the next they're not. Take deep breaths, son. You got the intel? Yeah, got it. Nice play. Shit. It's already daylight. We gotta get to the extraction point. You got a 20 on Irish? I thought he was with you. Breaking radio silence. Tombstone 3, Tombstone Actual. What's your 20? Tombstone Actual. Inbound from the north. Coming in hot. Requesting cover fire. On my retreat. Think up, Irish. We got you. Right, gear up and get ready. You got my ass! Take position by the window. We gotta cover Irish. There's ammo in that crate. Ja, dus ik heb nou ammo. Wow, heel toevallig. Hold the fire! Here he is! Irish, watch out! Fuck off from me! Wrecker! No, dierenmishandeling. Oh jij, Russen. More incoming, see him? Gewoon altijd even herladen. Als je me niet kent, ik ben van het herladen. Gewoon genoeg ammo hebben. In principe, toen ik op de Wii nog Call of Duty 4 speelde, moest het altijd exact aantal ammo wijzen. We gaan voor de headshots. Ik weet niet waarom. Gewoon makkelijk om te doen. Op de PC, vind ik. Maar oh, hij klimt hier naar binnen. You okay, Irish? Fuck off. Kom aan, alarm. Dit is niet realistisch. Ja, ik draai de hoog settings af, toen heb ik een kleine frame drop, maar hoe kan dat, hoe kunnen die lampen doen als je ze stuk schiet? That's nuts.
Good. Dat klopt niet. Heb ik nou meer ammo? Nee, Tombstone, niet. On the move. Ja, schiet nou eens op, jongen. Fortress, this is Tombstone action. We got the pack, stirred up the hornet's nest. Moving towards extraction. Roger that, Tombstone. Helo's inbound. Get your squad in position. Out. Take them out together. Tag them and give the signal. Oh, Q. Ja, zijn jullie duwtje. Jezus, zijn ook echt slecht. Ze horen niet eens bij het leger zitten, want ze kunnen voor een meter raken. Waarom zit ik hier achter? Waarom heb ik geen tweede wapen? Ik kan geen tweede wapen krijgen. Ik nou. Niet voor niks. Bam! Multiple kills. Dat is dit lager of zo. Oh, nog meer lussen. Ja, exact wat we nodig hadden. Een tweede wapen. Ik kan een tweede wapen gebruiken, want ik moest heel laden. Nou weer. Huh? Deed ook een beetje spastisch. Kijk, een tweede wapen. De grond. Get out of school. Hij zit een beetje uit het camp hoor. Wat de watje. Dat doen wij noobs. Clear. Side grab. Get down. En dan. Gaan we. Dit ziet eruit alsof ik dit moet iets mee moet doen. Of niet? Zie je? Dan moet ik iets hiermee. Everyone okay? Oh. All right, make it sing. Boop. One, go. Tombstone Actual, this is Firebird 2-1. We're inbound. What's your ETA over? Oh cool. Dat ziet er realistisch uit. De blaadjes bewegen, maar. Ik zie dat water niet omhoog komen. Ik zie alleen steen omhoog komen. Dat valt me tegen. Wie jij nou weer? Rick, scan the area. That's the building. It's more like half a building. Come on, Rick. Binos are very helpful. Yeah, the two smokestacks. Straight across. You see it, Rex? Daar moet je dus niet lopen. Kijk of dit water realistischer is. Nou, valt mij. Ik hang scheef. Wat zien Call of Duty ook al en dan noemen ze het nieuw, hè? Het is zo nieuw tegenwoordig. Dat alles wat we hadden, is in één keer weer nieuw. Ja, komt u maar. Mag ik er overheen? Ah, dank je. Waar is hij? Oh, zie je toch? Oh, daar is hij. Oh, daar. Waar dan? Hey, jij daar. Ah, Chuck. Bedankt voor je dot tag. Oeh, dit seems to be a bit explosive. I'll cover your advance. Just send me targets. Thanks, Firebird. Got that record? Designate. Open fire crate. What's this? Secondary weapon.
hebben we nog meer voor keuzes. Voor de rest niks. Vind ik een beetje jammer dit. Deze is stabieler. Maar hij heeft een hoge fire rate. Dus daar gaan we. Maar dan krijgen we zo'n Battlefield 3 dingen op. Oké, okay, cool. Waarom wordt de vision helemaal opgenomen? Laat de vooral liggen. Even laden. Komen we omhoog. Copy that. Engaging. Ja, engage daar. Oh, schiet op. Ondertussen moet ik even op E drukken, want ik wil mijn AK terug. Kan het niet. Wat is hier aan het doen? Oh, rechts onderin engage ready staat erop. Mijn eerste wapen moet natuurlijk wel als KAR wezen. En het tweede wapen moet een AK wezen. Oké, okay, let's make a run for it. Hoe zullen we in die auto kunnen? Hoe zullen we daarin kunnen? Even testen. Oké, okay, give us your targets. Oeh, het kan ook gewoon nog, hè? Altijd leuk uit te rijden. Fuck. Ready for targets. Oh, dan kun je doorheen rijden. Oh, dan kun je er ook gewoon gastjes aan rijden. Jammer, ik zag ze te laat. Damn it. Ging net zo goed. Ik had ze wel aangereden. Ik ben dood. Ja, jammer. Ik heb ze wel aangereden. En daarna zei het busje boem. Zo. Ah, moet ik alles opnieuw doen. I'll cover your advance. Just send me targets. Thanks, Firebird. Got that right. Standing by for targets. Engage de boel eens even. Ik wil gewoon weer dat busje hebben. Wel ja, hup, kijk erin. Reloading, be right with you. Waarom stuurt het ding zo crap? Huppige, ja, aanrijden die hap. Cross the yard, through that bridge. Ready for targets. Yes, here we come. Extraction, here we come. Ander busje, nummer aanrijden, hoppakee. Oh, wacht, dat gaat niet goed. Heb je doodrijden, ja. Oeh, nog meer doodrijden. Oké, give it your targets. Oh, PTN, denk ik. Zet zijn vlaggetje. Ik ben uit. Ik weet niet wat er gebeurde, maar ik zie hem al hitmarks. Dus dat is niet goed. Ready to engage, give me a target. Fuck just happened. Oh, er is wat ingestort hier. Wat is er dan ingestort? Oh, het zijn enemies. Hey, you got more heat signatures on the ridge ahead. Damn it. Boom. Ready to engage. Oh shit. Waar komt het dan vandaan? Got your target. Kunnen we hier doorheen? UTS 15. Ik hou wel van de C4. Wat is dit? Ammo's. Krijg je dan ammo als je erop drukt ofzo? Wel ja. Copy that. Engaging. Oh jee. Yeah. HP-kogels. Tombstone actual. Gotta pull away to stay clear of their RPGs. Ik
Ik vind het wel leuk om hierboven te rennen. Hun vinden het ook leuk. Nee, kom op, dood. Ga dood. Over. Zijn dood, hè? Ja. Oeh, dat was een gevaarlijke situatie. Kom maar in dood gaan. Dus gaan we naar beneden. Dat is veilig. Dat zag ik al, dat was een genade. Tweede wapen. Huppigee. Oh shit, er zit ook een hoge fire rate op. Kijk, je wel vertellen. Huppigee. Afmaken die hap. Genade. Laat de reactie maar toch. Nou, eigenlijk was het niet laat, maar ik dacht, ik ben gewoon laat. Jammer. Er stond er zeker eentje bij het raam, hè. Maar ondertussen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet aan het zo te doen, te abonneren. En dan zeg ik, laters.